Ja, klopt. Nou, kijk, dat is Bram. Ja, ik ben er altijd. En we gaan lekker tennissen. Ah, ook kus hoor. Dat is gewoon één puntje. Nee, ja. Het gaat niet zo lekker dit. Nee, Een het is wel puntje. op je mattie. Ja? Oh nee, Nee, hitsere geheden. wat, heb je daar ook een bal geabonneerd? Ja, blijkbaar. Maar een slechte bal, maar niet uit. Hey. Flonk. God. Bram, jongen, wat er in gemaakt? Wat is dit nou weer? Niet zo goed in. Ik dacht van onze pro-tenser. Mag jij Easy die peasy. schiet? Oh. Oh, hij ging automatisch. Dit is mooi kut. Ik heb nu gewoon mezelf verneukt, hè? Omdat jij met Percy wou. Hutsterige heren. Ja, denk ik. Is hij live? Ja, hij is nu live. Dat is Oh, tering I ziek. got the points, man. Ja, dat komt Maar omdat jou. kijk, Ik ik moest. doe mensen dan. Nee. Waarom is die op je mattie dan? Dat is toch wel echt een verzamelpunt van alle livestreams. Ja, maar kijk, ik heb ingelogd op een ander YouTube-account. En ik had geen zin om opnieuw te doen, weet je wel. Dus dan. Hey, weet je wat we dan doen? Neem ik hem straks op en ga ik hem editen en dan pleur ik hem online op de je matties. Is dat Ja, geen goed plan? dat vind ik een goed plan. Dat Maar we dacht moeten wel even toeschouwen. Vragen stellen. En waarschijnlijk komt er nu iemand hoor. Wat heb je doorgestuurd naar mensen? Ja. Tering ziek. Waar is Jim Tering dan? zie. Jim kwam ook altijd. Met deze. Ja, maar is nog niet geabonneerd op Hutsere Geheden. Kan hem doorsturen. Niemand doet Hutsere Geheden. Ja, dat klopt. Maar niet boeien is ook boeien, zeg ik altijd. Bam, jongen, Ja. Bram, wat echt tering had Ai, ingemaakt. ik kreeg pest, man. Ah, jongen, jongen, jongen. Ik zie er ook uit als een soort verkrekte nazi. Ik echt tering, waarom moet ik leren pakken? Op het strand. Hey joh, wat kreeg Boom, je? boom, voor mij is dit. Ja, game one. Dat is gewoon puntje voor mij. Puntje voor mij. Ja, nee, dat zat hij niet meer zo. Hoeveel games is Nou, eigenlijk in je set ik dan? moet. Hij zegt dat hij nog even moet werken. Ik kom zo op, man. Wie is aan het werken, Biet dan? Ja, man. Waar werkt hij dan? Spreekbaar met Maremco. Echt? Tering, ach, Ja. kutzooi. Tering ziek. Tering zie ik een beetje patatjes bakken. Ja, hou van patat bakken of niet, Bram? Ja. Tifateo, stop je wiener niet in de tiener. Ja. Hey. Wij mogen dat nog, hè? Ja. Maar als je over de 18 bent, dan niet. Dan? Nee, dan niet. Ja, maar trouwens, zelfs dan kan het nog wel, want 19 is ook gewoon een 10, hè? Ja, goed punt, goed punt. Dan is het, Ja, nou niet zeggen, ja, niet zeggen. stop je wiener niet in alle tieners. Maar dat, ja. Hoezo maak jij Ja, me nou in één nee. keer in dan? Dit slaat ook in zo. Ja, even inkomen. Misschien dat Hier. opslaan of zo, dat is gewoon opbouwen. Nou, Klinkt ook goed. Theo, stop je leuten niet in de kleuter. Ja, Oh. dat is wel verstandig. Moet ik eerlijk toegeven. Ik heb uit ervaring ook gemerkt dat dat niet handig is. Ik moest wel opkomen bij Nee, de rechten en. spreek uit ervaring, spreek uit ervaring. Naar erleven is dat. Ah, niet weer doen, hè? Hey Bram, gaan we nog een keertje Guns of Boon doen dan? Want ik moet er nog steeds livestreamen sinds 2019. Kutfoto ook. Die gaat ik nooit van het internet af, kan ik je vertellen. Nee, ja, het is je kanaal verwijderd. Is zelfs dan nog niet. Waarschijnlijk. Nee. Ja, dat trouwens dan wel, maar. Ja, ik kan altijd een screenshot maken, hè. Je mattie never goes down. Waarom deed hij niks? Nee, jij doet niks. Ja, ik liep erin, ik drukte op een rondje, maar hij deed helemaal niks. Hij had er gewoon geen zin Ja, in. het gaat niet zo lekker, hè. Nee. Ze hebben ook allebei hetzelfde nazi-pak. Ja, Zie ze want vervolgen. jij hebt mij uitgelegd hoe je dat natiepak moest maken. Ja, ik deed 2 uur over of zo, man. Ja, als je dat lastig waard waarschijnlijk ook geen geld. Waarschijnlijk. Hoppakee. Dat is een voorsprongetje. Ik doe Hey niet Bram, pijn. heb je nog een mooi levensverhaal dan? Een levensverhaal. Ja.
Nee, niet echt. Iets dat jij breed bij het wassen van vrachtwagens of wat je doet met je dagelijks leven? Ik ben nu interviewer professioneel. Oh ja, je bent ik zie jullie, jullie TikTokje ging wel lekker hè, 500 views zag ik al. Ja, 500 views, 11 likes of zo, ja. Dat was een beetje een test TikTok hè. Even die views binnenharken. 6 comments, allemaal van mij. Ik moet zeggen, dat is wel netjes. Ja, dat is ook. Maar daar gaan we het niet op hebben hè. Ja. Maar wanneer komt de volgende? Dit gaat lekker! Hoe doet degene die moet opslaan altijd zoveel beter? Ja, die is gewoon onverwacht. Die komt gewoon onverwacht zo over, je weet toch? Nee, ik heb geen idee. Ja, maar hoeveel abonnees heeft het kanaal? 1 of zo, 2. Godverdomme! Van, dit ging wel heel... Je hebt 0 punten gecreëerd, of wel? 1 of 2 abonnees. Ja, 0 punten, ja. Goed gezien. Dat is spijtig, man. Maar waarom doe ik niet gewoon op je mat? Dan heb je nog een beetje comments. Nee, ik zeg toch, ik weet niet, dan moet ik allemaal veranderen en zo, dat werd alles veel te veel moeite. Ah, boeien. Ja. Ah, kutzooi. Dit is nou spijtig, weet je wel. Zo'n goed begin, voor een slechte uitwerking. Slechte uitvoering. Ja, slechte uitvoering. Goede inschatting, slechte uitvoering. Bam, pauw. Okay, ik was heel iets op tijd, moet ik zeggen. Eest, wat is dat dan? Ha, misslaan is ook slaan. Ja. Als zoals Mathies altijd zegt, ik sla hard op de drums, maar ik sla hard op je moeder. Ja, nee, zegt hij altijd. Ja, dat is een levensquote. Ik vind het te strak. Het heeft wel wat, moet ik zeggen. Maar Mathies is onze Chinese volkszanger, hè? Dan moet je niet onrust meten. Ja, shit. Ja, kinky. Yes, bang. Dat is gewoon. Ik moet zeggen, de comeback is real, hoor. Zie je dat? Nog ik niet maken. Ik heb gewoon. Jawel. Ik maak alweer stappen terug. Aan de top, maar hoor. Boom. Pauw. Ja. Maar die zag je niet aankomen, hè? Ging gewoon de andere kant op. Kijk toch de... Ja. Wat we een cholera toewensen, dat is niet lief, hè? Ja, oh. Herpes. Hepatitis 2, man. Ja, die heb ik al. Hoe heet dat ook weer? HIV. Eet. Nee. Corona. Kut. Ja, maar dan die andere variant van corona, man. Onicor. Ja, die man, om die grond variant, kom weg dat je het ziekreed. Waarom dat nou weer? Ja, gewoon, die joh. Dat vind ik niet zo lief, joh. Vind, hè, dat niet. Ja, maar doen we niet aan, hè. Het deed helemaal niks, daar weer erom. Ja, misstaan, ja, nee, misstaan is ook slaan, hè. Zeker. Ja, groot gelijk. Maar jij hebt nu nog een mooie anekdote in jouw mouw zitten die je uit kan schudden? Ja, ik weet niet waar je dat allemaal lult, maar nee, niet echt eigenlijk. Oeh, wat een lekker afslag mee. Ik kan niet even snel het verhaaltje verzinnen. Ik liep hem wel hoofd tegenaan, gast. Nou, opslaan is ook slaan. Precies. Vond je nog één dan, toen we gewoon in een vlaardig boom waren, Bram? Ja, hij zal dat even vertellen. Nou, ik zag je gewoon in je bloed pissen. Ja, zeker. Dus ja, dit is dus een verlaten gebouw in de Lutte. En dan denk je van, wat is daar nou speciaal aan? Hij is verlaten en er is geen plafond. En het is een gebouw. En er waren nog niet 10 seconden binnen en twee heel goede stenen op de ramen. Nee, dus dan weet iedereen in de omgeving al waar we zijn. Ja, maar dat moest even gebeuren, Bram. Ja, en je durft allemaal niet de kelder in, want dat leggen sowieso lijken. Ja. En de trap op, dat is niet heel verstandig plan, want dan flikken dat denk ik gewoon op neer. De keuken lag ook veel lijken volgens mij. Ja, en toen werd ik volgespoord met desinfectiemiddel, wat al 3 jaar lang aan de muur hing. Ook. En voor de rest was het echt helemaal niks. Nee. Ja, er stond nog een gebouw achter, maar... Ja, nee man. Toen was Max nog wel met ons nu in het ziekenhuis. Ja, Max heeft binnen dan iets. Ja. Rest in peace, Max.
Misschien toch door al die cacao-tromen. Nee, ik denk dat hij niet genoeg cacao-tromen heeft gehad. Daar ging het waarschijnlijk mis. Niet genoeg cacao? Ja, oké. Cacao-tromen is wel een beetje een genezingmiddel, hè? Een genezingmiddel? Ja. Eigenlijk wel. Voel je slecht, drink een cacao-tromen. Oeh, die zag ik niet, hij ging linea recht de andere kant op. Ik ben echt niet alleen maar op knopjes aan het... Ja. Kijk, je hebt al tegen grote... Floris Klaas. Hij heeft wel echt te maken met een van de beste, moet ik zeggen, hoor. Ja. Ja, nee, het ging ook... Fijn dat je de andere kant op loopt, Bram. Oh, ik heb verloren. Ik heb de FPN dit jongen, fuck yeah. Maar was nu nog eentje scoren dan ben je de lul. Nee, ja, zoveel was cool wel. Ah, ik dacht echt, wat ik mag vergeten. Maar ik heb ook al tegen grote spelers, ik heb tegen Matisse getennist. Oké, dit is bij Matisse. Ik heb tegen Lucas dus getennist. Ja. Ja, daar wil ik niet bij me zeggen. Nou, zo, dat was een epic tennis duel. Ik heb tegen Luc Costes gereest. Gereest? Oh. Gereest, man. En is er gewonnen? Zeker. Maar ook weer niet. Maar ook weer wel. Ja, hij kan alleen maar beuken. Dat is het enige wat hij kan, man. Ja, maar kijk, beuken is niet neuken. Ja, neuken is wel beuken. Strakke analyse, moet ik zeggen. Ja. Wanneer heb je eigenlijk gewonnen, als je 3 punten hebt? Zoiets. Ja, dus heb je... Dus degene die dit eigenlijk over de strepen in trekt, die wint hem. Ja, zoiets. Wat? Oh! Ja, je schoot hem tegen een netje aan. Kreeg de pis, man. Heb je gekeken zoveel tijd van T-review dan, Theo? Wat zei je? Even kijken, zal verteld van de T-reviews dan. T-reviews? T-reviews. Ja, ik doe T-reviews, ja. Ik ben een heel document aan het maken. Ja, vertel eens meer over jouw T-reviews. Nou, gewoon elke maandag, in ieder geval als de school is, dan wordt er een T-reviewtje gedaan tijdens de lessen van beeldenvorming. Dan gaan we een T-tje proeven. Ja. En dan doen we dat, ja. En dan wordt er nauwkeurig bijgeholden in een tabel. En die wordt op een gegeven moment uitgebracht. En wat is de meest aanbevolen thee dan? Ja, aan mijn kant is het toch wel de bosvruchten thee. Van Pickwick, de blauwe. Ja, bosvruchten thee is zeer aan te raden, ja. Dat is een goeie. Maar als je cacao trouwens als een theetje ziet, staat die ver aan bovenaan. Reken je cacao trouw mee in je verslag dan? Ja, nee. Cacao trouw, we hebben een jury van 4 leden, hè. Die moeten allemaal instemmen. En ik kan niet voor 4 leden allemaal spreken. Dan moet ik een koud gewoon meenemen naar school, man. Ja, precies. Ah, maar een koud gewoon is schaars, hè. Dat is niet oneindig. Ja, kun je die koud gewoon niet op internet bestellen dan? Ja, dat weet ik dus niet, maar ik ga niet geld vertrekken van een koud gewoon, man. Nee, maar ik wel. Jij wel? Ja, gewoon kilo's van dat spul, jongen. Jongen, niet huilen. Ah, ik ga echt janken, jongen. Dat is niet normaal. De tranen gieren over mijn nek in. Och. Bram, voor deze ronde, ik wil voor het resterende potje dat jij verslag geeft van het spel. Welk spel? Tennisspel. Tennis nog? Echt heel GTA. Nee, van het potje tennis, hè. Gewoon van een commentator, weet je wel. Een commentator, dus ik moet gewoon echt alles zeggen wat er gebeurt. Ja, en een beetje leuk doen natuurlijk. Een beetje nutteloze feitjes vertellen over het weer en dat soort dingen, weet je wel. De luchtdruk omstandigheden. Maar waarom moet ik dat doen dan? Jij bent, het is jouw livestreamen. Weet ik, maar ik denk dat jij heel goed commentator... Ik ben niet alleen de gast, maar... Oh, je bent niet alleen de gast, maar je bent ook wat? De gast en vergast. De nazi. Nee, nazi is die vergassend bent. Daar ga je de fout in, hè? Ja, oké. Ik heb weer te veel zicht. Had ik niet gedacht. Maar over het weer gesproken, is het behoorlijk zonnig in Los Santos vandaag, man. Ja. En we hebben een aangenaam temperatuurtje van 30 graden. Dit betekent dat de luchtdruk positief is voor de linkerzijde van het veld, want daar blaast wat hadden. Zeker. Linkerzijde is een hoge drukgebied. Oh. Oh.
Die zag je niet aankomen. Oeh, die had ik bijna... Oh, die gaat lekker. Nee, man. Ja. Helaas, de gaatje voorsprong. Ik moet zeggen, je wordt wel steeds beter. Want, hoezo, de eerste ronde werd je van de mat afgeveegd en nu is het elke keer weer 40-40. Ja, oké. Maar deze kant brengt geluk, man. Zeg ik. Ja, dat doet het hem. Ja, nee. Oh, daar gaat het weer. Ja, ik heb net veel gezegd. Ja, precies. Maar het viertje gaat weer. Goed weer. Het is wel een beetje e-bike weer voor die jaren, maar... Ja, dat klopt. Dus de bejaardigtallen zijn terug op de weg vandaag. Dus weet je, als je dan volgende keer met je gestolen auto over de straat heen reed, dan weet je maar nooit. Of je geen weer voor. Wat, gestolen auto's? Ja, dat is geen weer voor. Het is altijd weer voor een gestolen auto. Alleen dit spul wel, ja. Precies. Wat moet ik je nog meer over analyseren? Nee, als je pakt de bal van de verte, slaat hem halen terug. Hij wordt weer teruggeslagen en weer. De bal kaas maar rond. Het is net een humeur met de flipperkast. Als je snapt wat ik bedoel. Ik snap de referentie, man. Ik ken je dan niet van jouw humeur is net een flipperbal. Ik snap hem wel. Ja, toch wel een klein beetje. Ben ik blij dat ik hem snap? Nee. Nee, ja, ik moet zeggen, ik ook niet, maar... Nou, wat is dit nou weer, jongens? Jongen, wat een spannend potje en dan loop jij er me vandoor met de punten. Dat is not what you like to see, hè? Ik steel auto's en punten. Wat dacht je daar? Maar ik snap alleen niet precies wanneer er gewonnen is. Zeg maar. Ja, als je, zeg maar, heel veel achter elkaar. Gewoon als de tegenstander de bal mist. Dan maar we doen nu één set en we hebben zeg maar al 6 games gedaan. Maar wanneer... is koekenij, als je snapt wat ik bedoel. Oké, dat ging even mis. Fout, man. Ik was vergeten op kruisje te drukken. Maar deze video ga je ook editen en zo. Ja, dat was ik wel van plan. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar... Maar ga je best wel slecht editen als die Rocket League video dan? Nee, nog slechter. Nog slechter. Maar nee, en die komt wel op de befaamde Yamati. Ja, zeker. Voor de echte fans, hè, voor de die-hard fans. Die wachten nu natuurlijk een goede 6 maanden op een nieuwe video. En wat noem jij een die-hard fan dan, Jim? Jim, Tim, Dave, denk ik. Tim? Ik weet niet, ik wou Thijs zeggen, maar het wou niet meer lukken. Ja, Thijs was een die-hard fan, maar hij is alleen in de livestream aanwezig. Ja, precies. Gewoon even voor de morale steun, toch? Precies, hij kwam weer met een geweldig idee van boven van een poepmeertje en dat soort dingen. Kijk, dat bracht de spirit wel echt omhoog, moet ik zeggen. Ja. Ah, ik zeg het maar zo. Maar Thijs zit ook vol poep. Wat is dit nou weer? Hij is toch zo. Hij is wel goed in Fortnite. Ligt ik voor dan slaap Bram hier. Ik krijg toch pis, man. Nou, die zag je niet aankomen, hè? Gewoon game won. Nee, maar dat is niet echt heel intensief, dat is niet competitief, man. Gewoon als je moet surfen, hoe dat ook heet. Dat surf. Die potje kan ik wel even in, omdat ik aan het surfen ben, zo werkt dat. Nee, je surfen duurt het water, hè? Ik maak gewoon de voorsprong. Ja, nee, ik neem me gewoon weer terug. Maar de voorsprong is nog niet te malen. Altijd nog een optie, altijd nog een kans. Ik heb nu ook mooi uitzicht op de snelweg, dat is ook wel prachtig. Ja, uitzicht op de zee is beter. Wat? Je sloeg weer tegen het rek aan. Ja, nee, klopt. Kijk, het uitzicht op de zee is misschien mooi, maar het uitzicht op je moeder is nog mooier. En hierbij beëindigen we de livestream, dames en heren. Bam, wat reactief. Maar ik word hier wel depressief van. En hier ook. God. Oei, Bram. Als ik deze verlies, dan ga ik er eentje quitten, man. Ja? Ja. Maar ik snap alleen niet wanneer je hebt gewonnen, want Nee, ik ook niet. Weet jij trouwens wanneer je vierkantje, rondje of driehoekje moet gebruiken? Nee. Of kies je me gewoon willekeurig wat uit? Ja, precies dat. Ja, oké.
Ja, dat is gewoon lekker. Maar ik heb nu 5 games gewonnen en jij 3. Ja, ja. Rest in peace, Bram. Ja, ja, ja. Pas gezellig. Je zeg maar zo, liever een slechte verliezer dan een goede winnaar. Ja, ja, nee. Ja, dat is wel wat te zeggen. Maar kijk, ik ben natuurlijk beide. En dat is helemaal zo. Ja, daarna. Dat zeg je maar net, weet je wel. En naar zijn wil je niet. Verloren, hè. Verloren is ook oren. Ja. Ja, en doorboren is ook oren. Wow. Ja, die... Beetje die... wie doorboren. Wat zei je? Beetje wie doorboren. Nee. Je moeder. Oh, Ik zal het moeder even zo navragen. Ja. Of een of andere zekere Bram Nijhuis wilde tafereel uitvoeren. Ik hou van boren, man. Wat van boren? Nou, doorboren. En wie doorboor je dan? Nou, je moeder. Mijn moeder, of jouw moeder? Nee, allebei. Ons... Oh. Sweet home Alabama. Bram, wist jij dat broccoli, bloemkool en spruitjes allemaal van slaaf stammen? Nee. Ja? Nee, wist je dat wortels vroeger niet oranje waren? Ja, dat wist ik. Ja. Wist jij dat incest tussen tussen vader en dochter het meest voorkomt? Nee. Oh, bij deze. Wist je dat tijdens op mannen viel? Nee. Oh, bij deze. Ja. Ik had vermoedens, weet je wel. Oh, vermoedens. Ja, precies. Maar hoe ben je erachter gekomen dan? Gewoon, ik weet ja, elke zaterdag moet ik samen, man. Ja, oké. Okay. Hoe kom je van het tennisveld af? En dat is een deur. Ja, door de deur, denk ik. Dus wat ben jij nou weer helemaal ergens anders dan? Had je die weer helemaal de sessie? Dat is pijnlijk. Hoe vol zit jouw sessie? 30, man. Die van mij heeft 26, gewoon ermee toe. Nou, goed, dat wel. Ik ben er wel zeker van. Allee, ga je ook weer edits zien met allemaal van die nieuws ertussen dan nog? Ik heb geen idee. Ik moet eerst kijken naar het materiaal wat ik heb of die überhaupt een beetje bruikbaar is. Ja, oké. Okay. Nou, heb je nog een punt. Ja, ik heb altijd een punt. Wil je wel meer een punt heeft? Nee. Een potlood. Vind je dat de gum langzaam doorgaat omdat jij boter maakt? Dat is denk ik meer een diepzinnige nadenken tafereel dan echt een vraag. Het gaat wel heel diep opeens, hè? Het gaat wel echt heel diep opeens. Weet je wat er mij heel diep gaat? Nou, je moeder. Nee, ik en jouw moeder. Oh, die zag ik niet aankomen. Wie? Jee. Vroeger wel. En... Ja, nee, ja. Ja, maar de classic T-actie of zo. Ja, klopt. Ja, al die ja, nee. No. Dit is heel pijnlijk. Ja, ik een beetje laag dit niet voor. Ja. Waarom al tijden lang dat er geen gesprekken te waren voeren? Omdat je elke keer kreeg van Aldi. Ja, om wat? Aldi pikken, ja. Moet je maar op de trein zitten en ging je een muffe spelen met je katten. Dus dat waren gewoon fight. Ja, maar wel muf. Waarom dat nog weer? Het is. Het was gewoon hartstikke... Als je dit kijkt, je bent muf, man. Maar het was wel hartstikke lid in Utrecht. Ja, nee. Wel. Vergeet je nog die Audi hoed vinden? Die heb je laatst nooit gevonden. De Audi hoed die nooit... Ja, nee, ook. Ja, ik ga even mijn auto uiterlijk veranderen. Ik ga even van... Is de jongen, die van die Duitse Audi. Ik heb een nieuwe outfit. Ben jij een nieuwe outfit? Ben jij een nieuwe outfit? Ik ben een nieuwe outfit. En ik heb een scooter, wat wil je nog meer? Niks. Die is scherp bot. Moet wel echt even naar de wc hoor. Wat hier? Maar pissen. Easy kleine pauze. Ben je al mijn sessie gejoind? Ja. Wow. Wow. Mijn hele map is nu ook blauw. Wat voor merk is dit nou weer? Tiel van de Vechten, be right back. Die is be right back.
Yes, yes. Even de RAM zoeken. Nee, we gaan eerst voor hakken shoppen. Wat dacht je daarvan? Ja, je kan gewoon op een scooter gaan zitten met een hamer of een X. Ik weet dat niet meer ding vastpakt, maar driehoekje. Het is geen driehoekje. Die is rondje. Dit is ook geen rondje vierkantje dan. Ook niet. Dit gewoon? Nee, die is ook niet. Ik heb geen idee hoe dat moet. Maar dat maakt niet uit, want we hebben een scooter. Man, man. We gaan even kijken van wat leuk de radio is. Radio Mirror Park, dat is allemaal nieuwe. Media player, de music locker. Dikke vibes dit. Het is alleen jammer dat er geen goed meer is, maar anders. Top radio zenden. We gaan parachute brand. Jobs can only be triggered on food. Press ding to enter. Let's enter, boys. Confirm settings. Play. Are you sure you want to loyal? Yes. Omdat Bram weer snodig moet schijten. Ik krijg weer een leuk filmpje doorgestuurd, maar het hoeft niks mee. Ready to play. Holiday partner. Parachute true. Jump. Zet je die hoog. Ga ervoor. Woehoe. Goed zo. Bram is er terug van het poepen. Ja, nou, potje moet hier poepen, man. Ja, een intens potje tennis waar je kijkt naar verloren. Nee, daar gaat het niet over hebben, man. Hoef je niet weer te schamen. Geschiedenis is niet voor niks geschiedenis. Ja, wezen worden. Wezen worden. Die nog niet erg was daar. Nee, klopt. Ik ben nu gewoon in mijn eentje parachute aan het springen, omdat jij weer vanmorgen moet poepen. Ik heb mijn sessie geliefd. Nee, ik ben aan het parachute springen. Nou, zie je mee. Je bent geliefd, jongen. Nee, ik ben aan het parachute springen, dat is wat anders. Waar ben je dan? Aan de lucht. Ja, maar waar aan de lucht? Maar boven de stad. Nee, je bent mij gewoon verlaten, Theo. Ja, misschien een klein beetje, maar dat maakt niet uit. Wat te doen, man. Ik val. Ik heb een andere club parachute. Je zit lekker jezelf aan het praten. Ja. Altijd ter hoe laat ik die parachute... Oh, bro. Kijk, je moet wel geïnterpreteerd worden. Tering zie. Dat is zeker maar dat. Kom, even nog kijken. Nog kijkers dan, of? Ik heb jou. Dan, ja. Ja. Nee, kijkers. Nee, kijkers doen mee. Oh. Dat is zeg maar meer overgaan. Nee. Lekker Snoopy ophaalt. Je hebt lekker wat ophaalt? Gewoon lekker Snoopy. Ja, moet ook gebeuren.
En wat voor linker snoepie is het geworden? Een AB man. AB? Oh, jij zit in een job. Ja, nee. Vergeet dat ik jou niet kan joinen. Ja, maar ik ben nu klaar met de job. Ik heb gewoon 1400 euro verdiend. Met het vallen uit de lucht. Oh. Ziek. Ik kreeg een lijp filmpje van Martijn doorgestuurd. Nou, een bierfilmpje. Ja. Martijn is gewoon overrated. Dat dacht ik. Alright, we get it. You like this one. Nou, ze hebben nog geen lieve dingen over ons gezegd, Bram. Nee, hè. Ze vinden ons annoying. Dat is niet leuk. Ik vind het wel spijtig dat gisteren Thijs niet met het ding naar huis moest. Met wie niet? Met jullie? Met de vrachtwagen. Ja, dat is nog een keer gebeurd, hè. Kan, ja. Moet wel maandelijks traditie, niet wekelijks, hè. Tjonge, ja, wekelijks kan ook wel. Nee, heb ik zo'n diesel dat kost, jongen. Ja, precies. Het kost precies genoeg diesel, weet je wel. Ja, precies genoeg, ja. Kosten zijn kosten, hè. En kostes is kostes, ja. Wat, Luc kostes of kostes kostes? Kostes kostes, ja. Luc kostes, jongen. Als je dit kijkt, jongen. Nou, wil je even wat aan Luc kostes laten horen? Nee. Oh. Geen mooi bericht voor Luc kostes. Wat is jouw mening over de bridge? Goeie kerel, goeie kerel. En wat maakt hem een goeie kerel? Een vierdubbel onderkin. We gaan goed keyboard spelen. Uitkering. Ja. Wat maakt de break nog meer goed, ja. Had je al onderkin gezegd? Onderkin had ik al gezegd, maar ja, dit was er wel. Dus niet heel veel aan de keer gekomen. Zit ik nog bij jou in de sessie? Nee. Ja, jij moest een nodige job starten. Ja, omdat jij was nog moest schijten, weet je wel. Goed is ook belangrijk. Kijk, je hoeft niet te poepen. Maar poepen moet mee. Oké, dat bedoel ik. Ja. Ik ga nu naar de Harps. Wat zei je? Ik heb een vrachtwagen. Waar? Nou, vier, ja, ik ga hem schelen. Ga jij hem naar mijn sessie of naar jouw sessie toe? Ja, die is mij 21. Die is mij 25. Nou, dan ja, maar ik heb wel een vrachtwagen. Ik heb ook een vrachtwagen. Oh! Ik heb een Coca-Cola Estima vrachtwagen. Zeeles. Ik ben net wel aangereden door de politie, dus gewoon minder. Dat is niet belangrijk. Maar ik ga even rondtoeren in de vrachtwagen. Want ik ben beu. Beu de beu. Nu is toch wel een vrachtwagen hebben. Iedereen weet het al, maar de kijkers weten het misschien niet. Wat heb jij vorige week gedaan? Ik ben bekroond de sfeer als beste vrachtwagenchauffeur. En waarom? Omdat ik in een DAF en een Scania heb gereden. En hoe dan? Ja. Hoe heb je het gedaan? Leg het even uit. Met mijn handen en mijn benen. Druk op gaspedaal en sturen. Ja. Je moet het maar kunnen, hè, werken bij Defensie. Ja, wat heb je gedaan dan? Heb je achteruit in het pak gereden of heb je rondjes gereden? Ik heb rondjes gereden, ik heb achteruit gereden. Ja. Dat wil ik gewoon niet achteruit gereden noemen, hè. Ja. Ja, hij ging achteruit. Ja, hij rolde achteruit en hij links deed. Ja. Ja, dat is hetzelfde. Ja, nee. Ik zie het probleem nu, ja. Achteruit rollen en achteruit rijden, ja, nou. Wanneer is het rollen en wanneer is het rijden dan? Nou, als je gas indrukt en dan moet je echt in de verstelling hebt staan, moet je het rijden. Maar als je niks doet en de handrem los staat en hij rolt naar achteren, ja, dan noem je het rond. Ik heb 2 Coca-Cola uit mijn vrachtwagen gehad. Coca-Cola, ja, is het wel een vrachtwagen dan? Ja. Is een luffe bus. Nee, dat is echt een flinke vrachtwagen. Alleen die andere gaat er vandoor, dus ga ik even claimen voor jou. Ah, joh, zit iets vol, kreeg ik. Oh, hij zit er niet 30 in, ja. Ja, het is goed te proberen, maar... Maar ik heb wel
twee Coca-Cola is prima van waar. Jij moest weer zo'n Noordig parachute springen. Jij moest echt Noordig poepen, weet je wel. Dat ook, dat ook. Hey, ik zeg maar zo, je hoeft niet te poepen als je kan staan. Van staan poepen is geen lucht. Heb jij ervaring mee, man? Nee, dat niet, maar... Ook ik ga het leuk dat dat een muff is. Oh, ga dat, ja, als je nog niet probeert, dan weer. Oké, okay, heb je wel een punt. Zal je proberen, zo dan? Ja, dat hoeft nou ook weer niet, maar... Maar ik had ook wel veel nooit, joh. Oeh. Ja, vooral als ik zo op het internet zit, ik heb geld meer vriend. Oh ja, dit komt ook veel live, hè. Och, zo. Ja. Ah, dat stukje knip je er wel uit, hoor. Nee, ja, knip hem eruit om bijvoorbeeld in te plakken. Ja, nee, zo werkt dat niet. Dat is zo gaan wel werken. Ja, dat potje niet te poepen. Ja. Ja, wat doe je als je gaat poepen? Ja, poepen. Staan filmen, dat dacht ik al. Jongen, ja, dat ook. Alles wordt gewoon weer ongekend tegen. Ik doe niet te poepen bij mij, ik heb het ook al gezegd. Ja. Daar heb je helemaal geleken. Maar je zit er nu 29 mensen. Ja, dat is nog steeds vol wat ik hier net nodig. Doe. Inderdaad, 29 is minder dan 30, hè? Ja, dus. Dan zou je erin moeten komen, denk ik. Ja, dat zijn wel meer mensen die doen. Ik ben ook echt first person van de politie aan het overdood. Ik was in first person van de politie aan het vechten. Zoek even een nieuwe sessie, anders dan 2, hoor. Hoezo, maar er zitten nu nog steeds 29 mensen in. Ah, we zitten ook GTA te doen, we zitten Skylines doen, wat is dit nou? Ah, we kunnen ook Skylines gaan doen. We kunnen ook die eerste livestream beëindigen en dan maak je daar mooie edits van. En dan heb je nog een mooi nabootje dan? Wacht even, even op internet een of andere mooie motto. Dat dacht ik. Goeie motto, oké? Ja, ik ben heel oncreatief, ik weet het allemaal niet, man. Yeah. Goeie motto. Dit is de motto. Doe doe. Positief of negatief? Nou, maakt niet uit. Oké, okay, dan gaan we dan. Kijk niet terug naar de teleurstelling van gisteren, maar leer met de dromen van morgen. Dit is echt kut. Ja, vertel van ons één leuke mop. Een mooie afsluiting. Vader was met zijn zoon de auto. Zegt zijn zoon. Kun je vervolgens je spons gebruiken? Ha! Ja. Oei. Oh. Meteen bij.